Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. In het noorden drijven wolkenvelden rond, in het midden en zuiden komt plaatselijk dichte mist voor. Die wolkenvelden gaan zich uitbreiden en in het eind van de ochtend kan er in het noordoosten ook een spatje regen vallen. Temperaturen liggen dan rond de 10 graden. Voordat die regen verder trekt worden het 13 tot 15 graden en vanmiddag zien we op meer plaatsen dat er wat neerslag gaat vallen. Aan het eind van de middag klaart het in het uiterste noorden misschien wat op en dan hebben we een daling van temperatuur en een draaiing van de wind. De wind trekt stevig aan, waait vrij krachtig tot krachtig langs de kust uit het noorden tot noordwesten. Ook vanavond dan wordt het weer op de meeste plaatsen droog, hoewel bij de kust en rond het IJsselmeer een buitje mogelijk blijft. Ook morgen een bui aan de kust en bij het IJsselmeer met name 10 tot 12 graden wordt het en er waait een matige tot vrij krachtige wind uit de noordwestelijke richting. Temperaturen dus wat omlaag en die daling zet nog wat verder door op de donderdag, vooral op de vrijdag en de zaterdag. Dan wordt het op de meeste plaatsen net geen 10 graden en verder is het licht wisselvallig met van tijd tot tijd wat regen, soms ook wat zon en de wind die langzaam weer een wat meer zuidwestelijke richting opzoekt. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.